Maar natuurlijk beginnen we met de Tour de France. De editie van 2006 was er eentje vol verrassingen. Toch stond er vooraf één ding vast. De slotetappe is er altijd eentje waar de renners grappenmakend en champagne drinkend in beeld komen. En die eindigt bijna altijd met een massasprint op de Champs-Élysées. De Tour op weg naar Parijs met in het geel de Amerikaan Floyd Landis. Tourdirecteur Jean-Marie Leblanc neemt afscheid en krijgt een gele trui met handtekeningen cadeau. Traditioneel op de eerste rij de truien. Koenigo, Landis, McEwen en Rasmussen. Zij gaven deze ronde van Frankrijk kleur. Fletcher en Weekman doen dan nog wat gek voor de fotografen. En Landis drinkt champagne met zijn ploegleiding. Het zijn de bekende beelden uit de laatste rit van de Tour de France. Jaar in jaar uit is het hetzelfde. Landis die poseert met de winnende ploeg. Met daarbij ook Koos Moerenhout, een Nederlander. En dat is lang geleden. Dan is de Eiffeltoren en dus Parijs in zicht. Dan wordt er gekoerst 9 rondes over de Champs-Élysées. De laatste keer Parijs voor een monument in de wielersport. Vladislav Ekimov, 40 jaar. In 90 reed hij zijn eerste ronde van Frankrijk. Hij reed er 15. Hij bedankt het publiek voor de wedstrijd losbarst. Daar komt Hinkepie. Gaat Hinkepie nog voor een stuntje zorgen? Hij heeft een ploegmaat in het wiel. Die laat het gat vallen. Ja, dat is slim. Popovic. Popovic gaat. Popovic gaat. Er wordt nu... Ja, dit is een goede stunt. Hinkepie houdt benen stil. En dat hebben ze door bij Liquigas. Dat hebben ze door. Dat is een truc. Speciaal. Binnen de laatste kilometer. Popovic aan de leiding. Maar hij komt niet weg. En dan is het woord inderdaad aan de sprinters. Charteau probeert ook voor Husov dat laatste gaatje dicht te rijden. Maar je ziet weer dat die sprintploegen al helemaal op maximum zitten. Terwijl de sprint nog moet beginnen. De sprint moet nog beginnen en ze zijn eigenlijk al opgerookt. Dat hebben we steeds gezien. Wie zit er mee in het voorste groepje? De winnaar zit in dit voorste groepje. Maar wie? Wat een chaos, wat een chaos. Ja, McEwen zit mee voorin. Steegman zit mee voorin. Met McEwen in het wiel. Vrolijk komt al mee vooraan. McEwen zit goed voorin. McEwen is al begonnen. McEwen en Husov achter zich. Oh, McEwen komt vroeg op kop, zeg. Husov komt links. Husov komt. En Husov met een machtige sprint. En meters. Gaat hier winnen voor McEwen. Ja hoor, en dan ook Redi Paolini. Zes lengtes. De... Husov wint de eerste en de laatste rit. Dat is een mooie afsluiting van deze Tour. De Noren ontploffen hier naast ons. McEwen kwam echt te vroeg. Ja, die werd heel vroeg afgeleverd door Steegmans. En Vrolijk hier, die kon het absoluut niet bij benen. Maar dit is nog eens een mooie positie om de sprint te bekijken. En ook de machtige benen van de Viking Thor Husov. Die de proloog won. Het geel pakte. Nog eens het geel pakte. Gedeclasseerd werd in een sprint. En nog eens een gram haalt op de Champs-Élysées. Wat een mooie Tour. Koos, hoe is het om aan de zijde van de gele trui Parijs binnen te rijden? Kippenval. Kippenval. Ja. Hetzelfde gevoel als dat ik mijn eerste Tour uitreed. En nu met hem en mijn wiel, dat is echt iets speciaals. Ja, we zijn sowieso blij dat ik er ben. Want dat betekent het einde van die hel. En hoe heet het? Ja, weer lekker bij je familie. Hoe kijk je terug op deze Tour? Ja, met een heel tevreden gevoel. We hebben als ploeg een super Tour gereden. En de beste Tour in de Rabobank-historie. We hebben een goed gevoel. We hebben onze overwinningen gehaald. Je staat op het podium met Rasmussen in de bolletjestrui. Mensen voor het zesde. Dus gewoon een hele goede Tour voor ons. Dan ga je naar huis. Wanneer ga jij weer op de fiets? Morgen. Je was zo moe. Ja, morgen moet ik aan het werk. Ik heb nog 3 weken vakantie gehad hier in Frankrijk. Morgen moet ik aan het werk. In Boxmeer begint het. Ja, dus 2 weken criteriums rijden. Wat staat er vandaag allemaal vanavond nog op het programma? Nou ja, goed, we hebben zometeen eerst nog dat défilé. Eerst de huldiging van Floyd natuurlijk. Dan dat défilé, daarna gaan we naar het hotel. Hoop ik mijn vrouw te zien. En dan gaan we naar het feest van Phonak. Ergens hier in Parijs hebben ze een restaurant afgehuurd. En dan zal het dak er wel af gaan, denk ik. En zeer terecht, want Floyd Landis wint de 93ste ronde van Frankrijk. Hij krijgt de gele trui van Leblanc. De Stars and Stripes weer omhoog op de Champs-Élysées. Na Craig LeMond en Lance Armstrong.
Lendes wint voor Oscar Pereiro Cio en Andreas Kleude. En daar staat het. De Amerikaan heeft uiteindelijk 57 seconden voorsprong op Pereiro Cio en 1,29 op Kleuden. Carlos Sastre van de CSC-ploeg viel na de tijdrit van gisteren buiten de top 3. Hij wordt vierde op 3 minuten 13. De Australiër Evans wordt vijfde. Dennis Menchoff van de Rabobank-ploeg eindigt als zesde op iets meer dan 7 minuten. Daarna de Franse ploeggenoten Dessel en Moreau. Zubeldia is de nummer 9. Michael Rogers is de tweede Australiër in de top 10. En beste Nederlander in deze Tour, Michael Bogert. Hij eindigt op bijna 20 minuten op plek 14. De Australiër Robbie McEwen wint voor de vierde keer de groene trui voor Erik Zabel en Thor Hushovd, de winnaar vandaag op de Champs-Élysées. En Michael Rasmus is net als vorig jaar de beste klimmer van de Tour. Floyd Landis is in dit klassement de nummer 2, gevolgd David de la Fuente uit Spanje. En voor alle duidelijkheid, de witte trui was voor de Italiaan Cunego. Hij is dus de winnaar geworden van het jongere klassement. Na 3 weken fietsen door Frankrijk zit de Tour er dus op, met opnieuw een Amerikaanse winnaar in Parijs. Maar zonder slag of stoot ging het allemaal niet. Vanuit Frankrijk blikken Mart Smeets en Maarten Ducrot terug op de Tour van 2006. Goeiedag dames en heren, nog één keer Parijs. Parijs is zeg maar het slot van de Ronde van Frankrijk. Dat is jubelend, dat is mooi, dat is massaal, dat is van alles. Maar in die jubel moet er toch nog ook even tijd zijn voor de poten op de vloer te zetten. Analyse, zo u wilt. En dan komen we aan 3 hoofdpunten die de Ronde van Frankrijk van dit jaar, van 2006, toch ernstig kenmerken. De eerste begint al in mei. Dat is een onderzoek van de Spaanse justitie en daarop de acties van een Spaans dagblad, El País, op datgene wat een Spaanse arts, in de wielrennerij aan het doen is. In mei heeft het geen gevolgen. Maar dan komt juni en beginnen heel langzaam wat namen door te druppelen. Wij in de wielerwereld proberen er dan iets van in kaart te brengen. Dat lukt niet. Totdat 2 dagen voor de Ronde van Frankrijk ineens duidelijk wordt dat er ergens op de achtergrond zoveel krachten aanwezig zijn die ervoor moeten zorgen dat de Ronde van Frankrijk van dit jaar tussen aanhalingstekens schoon zal worden. Schoon zal worden, zegt u? Ja. Zullen we teruggaan naar Straatsburg? Wat er toen gebeurde, vlak voor het begin van de Ronde. Hier is das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Morgen beginnt die Tour de France und einer der großen Favoriten wird nicht dabei sein. Für den deutschen Profifahrer Jan Ullrich ist das bedeutendste Radrennen der Welt zu Ende, bevor es angefangen hat. Het gaat om het Spaanse bloeddopingonderzoek. Jan Ullrich zou samen met onder andere Ivan Basso, Francesco Mancebo en Oscar Sevilla op de klantenlijst van de Spaanse dokter Fuentes staan. En die arts zou volgens de Spaanse justitie 50 renners voorzien van bloeddoping. Ja goed, het enige wat ik zeggen kan dat ik geschokt ben. Dat ik nach wie vor niets met deze zaken te doen heb. Dat ik opfer jetzt ben. Einfach, dat ik dieses jaar mich voorbereid heb wie nog nie. Een bombenvorm heb. Jetzt het niet fassen kan en heulen könnte, dat ik naar huis fahre. Met de höchstvorm. Ook Giro-winnaar Ivan Basso wordt door zijn ploegleider uit de Tour gehouden. We have decided that he is not going to do the tour. I mean, there will be no race for him because he will be hunted day and night, and that won't be good for Ivan. That won't be good for the team, and it won't be certainly not good for the sport. Door de afwezigheid van Ullrich en Basso blijft Alexander Vinokourov over als een van de topfavorieten voor de eindzege, maar ook hij start niet. Vinokourovs ploeggenoten Contador, Bellocchi, Nozal, Paulinho en Davis worden genoemd in Operación Puerto. Ze mogen niet meedoen. Goed Maarten, de Tour begint dus minus de nummers 2, 3 en 4 van verleden jaar. En de nummer 1. De nummer 1 vind ik in dit geval niet belangrijk, want die staat niet op een lijst. Ik vind die nummers 2, 3 en 4, die hier naar Straatsburg zijn gekomen om te gaan fietsen, vind ik belangrijker. Je hebt het al eerder zelfreinigend genoemd. Is dat het enige aspect dat gunstig is voor de wielrennerij? Dat is een van de dingen die er gunstig aan is. Er zijn ook nog een aantal andere dingen. Zoals? Ik vind dat de manier waarop de Tour zich gemanifesteerd heeft als organisatie. Wij zijn het belangrijkste. Wij beschermen ons eigen instituut.
de renners bestaan dankzij onze Tour. Dat vind jij dus niet? Jij draait het liever om, hè? Ja, ik ben renner geweest. Dus ik heb me er altijd met hand en tand tegen verzet om zo gebruikt te worden. En ik vind ook het mooie van deze Tour, als je ziet hoe de knechten zich ontketend hebben, hoe die letterlijk ontketend zijn en hoe dat tot mooie sport heeft geleid, dat vind ik prachtig. Er staat wel tegenover dat de Tour door zo te doen nu wel iets nieuws op gang heeft gebracht. Namelijk dat de ploegen, als het management van de ploegen, hun verantwoordelijkheid hebben moeten nemen. Dat die dus niet alleen hebben gezegd van nou, we hebben een charter en de groeten ermee. Dat die echt daadwerkelijk keuzes hebben moeten maken over, gaan we onder deze omstandigheden die renner opstellen. Dus dat betekent dat niet de organisatie van de Ronde van Frankrijk het gedaan heeft, niet de UCI, maar de ploegen zelf. Ja. En dat is, daar is ook nog wel van alles over te zeggen, van hoe open zijn die nou geweest. Maar dat is een heel belangrijk aspect aan de hele toestand. Dat die ploegen zelf hebben gezegd van, oké, die renner staat onder de verdenking. Het gaat om het vertrouwen van het publiek, het gaat om het vertrouwen van onze sponsoren. Dus die zetten wij overboord. Alleen, het is ook een beetje de kapitein die de ratten in het schip overboord zet. Het blijft natuurlijk wel de kapitein. En in het normale leven is de kapitein de man die laatst het schip verlaat. Juist. En, dat is vreemd. Heel vreemd, op zijn zachtst gezegd. En niemand van die jongens die eruit gemieterd zijn, met, hè? Het is niet netjes om dat zo te zeggen, maar zo, daar kwam het op neer. Niemand van die jongens weet waaraan die toe is. Niemand heeft nog een brief gekregen van hoe en wat. Er zijn er al ontslagen, dus het blijft vrij vaag, vind ik. Ik vind de afhandeling niet correct. Nee. Ik pleit helemaal niet voor een juridische aanpak waarin de advocaten ervan uitgaan dat je bent onschuldig zolang het tegendeel bewezen is. Ja. Maar er moeten wel feiten boven tafel komen. En het dopingverhaal binnen de wielrensport, maar in de sport in het algemeen, kenmerkt zich door, er wordt een beschuldigende vinger gelegd op die renner. Die wordt dan overboord gezet. En vervolgens krijg je niet te horen wie er dan bij betrokken waren, van wie die het spul heeft gehad, wat het dan precies was. Wat de rol van Ries bijvoorbeeld naar Basso geweest is. Het kan niet dat dat onopgemerkt is gegaan. Nou, dat soort dingen, dat blijft dan in het midden. En dat vind ik, dat moet absoluut boven tafel. Die transparantie, daar moet de sport en het wielrennen het bijzonder nog heel erg aan wennen. Goed, dat is een mooi gezegde. Dus snel daar oplossingen vinden. Ik heb hier L'Équipe in mijn handen. L'Équipe schreef iets heel aardigs van vandaag. Goed optreden van de Rabobankploeg. Prachtig optreden zelfs. Hoe? Twee sprints gewonnen met een Spanjaard. Eén keer de bolletjestrui in een etappe met een Deen. Eén etappe met een Rus. En dan de vraagstelling, waar waren de Nederlanders? De Rabobankploeg start in Straatsburg met meerdere pijlen op hun boog. De man voor het klassement is de Rus Dennis Menshov. In de sprints moet Oscar Freire succes gaan halen. En dan is er nog Erik Dekker. Hij rijdt zijn laatste Tour. En Dekkers Tourcarrière strandt in de derde etappe op een weg in België. En daar komt Steven de Jong rechts, maar helemaal links is dat Freire. Freire? Zou dat Freire zijn? In het midden Bonen. Oh, het is zo'n lange sprint. En McEwen is... kansloos. Oh, is het Freire? Freire, ja zeker. Freire voor Bonen. Wij hebben gewoon gehoopt op een dagsucces van Oscar in de eerste week en dat is gelukt. Dus die doelstelling hebben we gelukkig gehaald. Dus nu kunnen we met iets minder druk de tweede week in. En dat is wel fijn. Dat hebben we verleden jaar ook goed opgelost. Dus hopelijk gaat het dit jaar weer zo. Zabel op kop. En daar komt Bonen. Van Bonen. Bonen in het midden. Bonen in het midden. McEwen helemaal ingesloten. Bonen, gaat hij dan toch de boel rechtzetten hier? Bonen helemaal links van de weg. Maar het is nog een eind. Of komt dan toch nog Freire? Freire door het midden. Freire. En dan en komt McEwen. McEwen nog te langs. Bonen af. Oei. Met miniem verschil pakt Freire zijn tweede etappezege van deze Tour. Fantastisch. Wat is Bogert aan het doen? Ja, Bogert is in een bloedvorm. En dit hebben we lang niet meer gezien. In deze vorm, op deze positie in de koers, op dit moment. Menshov heeft dus aangegeven dat hij goed is. En hoe goed Menshov werkelijk is, blijkt in de laatste honderden meters op Pla de Berret. Nou,
Hoi, hoi, hoi. Het is nog heel kort hoor. Menshoff aan de leiding. Menshoff, Leipheimer, Lendis. Gaat Menshoff voor het derde dag succes zorgen? Menshoff komt eraan. Menshoff. Menshoff gaat het redden. En Menshoff wint. Derde succes voor de Rabobank-ploeg. Zie jij tekenen van slijtage? Nee, helemaal niets. Hij groeit, hij weet, ik bereid voorop. Dit is alleen de Rasmussen zoals hij vorig jaar was. Ja. En als hij nou ook nog gaat winnen. En dat gaat hij. Ja, wie kan hem daar nog van afhouden? Hier heeft hij het voor gedaan. Hier heeft hij voor geleefd als een monnik. Rasmussen wint. Ja, en hoe? Dit is, kijk, wat een emotie. Ja, dat is meer verdriet dan vreugde, lijkt het wel. Fantastisch. Ik heb er geen woorden voor. De Nederlandse Rabo-ploeg wint 4 etappes en de bolletjestrui. Met dank aan een Deen, een Spanjaard en een Rus. Nederlands dagsucces is er niet, maar desondanks is het de meest succesvolle Tour ooit voor de Rabobank. Ja, dat hebben we gezien. Rabobank scoort dus hoog. We zijn allemaal blij, oranje vooraan gezien. We denken dat Menshoff van ons is, we denken dat Frère van ons is. Maar waar waren de Nederlanders? Ja, het verhaal van Nederland is toch dat er, en dus ook de Rabobankploeg, er zit onvoorstelbare kwaliteit in die ploeg. De individuele kwaliteit van die renners is van wereldniveau en daarboven, zou ik bijna zeggen. Dat kan niet op. Maar het is een heel smal topje en daaronder, daar komen nieuwe jongens aan. Ja, dat roepen we al jaren hoor, weet nou, je wel. Nou, maar kom pas even op. We hebben natuurlijk Thomas Dekker. Iedereen loopt achter hem aan. Ja, dat hij zal wel, maar hij heeft hier niet gereden. Nee, klaar. Ja, okay. En ja. Wening heeft verleden jaar een etappe gewonnen en hebben we dit jaar niet gezien. Ja, helaas. Nou, maar nu ga ik het even voor hem opnemen. Ik ben zelf ook in die positie geweest. Je wint een toeretappe en daarna kom je nog aan 100 toeretappes in het vertrek. En die kan je ook allemaal winnen. En dat doe je dan niet. Ja, maar Wening is al op een sokkel gezet dat het een hele grote was. De basis is smal. Weet je wie heel goed gereden heeft? Bogert. Buitengewoon. Meer dan. Ja? 11 Tour de France's. En al zijn ervaring heeft hij kunnen leggen in wat hij nu gedaan heeft. Maar daar hebben we niet zoveel mee, hoor. Als nationaal fietsland. Er komen 5 Nederlanders in Parijs aan. In jouw dagen waren dat al 20, 25. Ja, dat klopt. Ja? De basis is heel smal. En er zijn absolute individuele toppers, maar dat is af en toe één, nog één. En die moet je ook de tijd geven. Zo'n Wening, Pieter Wening, dat is een klasbak. Postema is een goede tijdrijder. Dat is een klasbak. Ja, en die zitten nu even zich op te offeren voor Menshoff. Hey, moet je voorstellen, je rijdt je helemaal suf om in die eerste ontsnapping van de dag mee te zitten. En dan krijg je door je oortje te horen van, ja, dit is de ontsnapping, maar we hebben je toch nodig voor Menshoff. Dan moet je in de remmen knijpen, in de ontsnapping. Dat zijn dingen. Dan denk ik van, jongens, is dat nou nodig? Laat die jongens nou even vrij uit koers. Want je hebt gezien in de andere ploegen wat vrij uit koersen kan opleveren. Ja. Ik wil nog één ding zeggen. Luister goed naar wat ik zeg. Nederland heeft razendsnel een tweede grote profploeg nodig. Ja, er moet breedte komen. Er moeten meer plekken zijn voor coureurs. Om coureur te kunnen worden. Dus kijk ik nu recht de camera in. En ik zeg, kom op Jan Raas, je laatste kunstje. Durf het, verbaas ons. Dat is gedurfd, hè? Ja, dat is heel gewaagd. We gaan door naar onderdeel 3. En onderdeel 3 is de strijd om de gele trui. Nog nooit was het zo gek, nog nooit wisselde die zo vaak. Record in de Ronde van Frankrijk. Hij heeft niets meer te verliezen. Het is al verloren. Althans. Ja, ja. Je zou gewoon denken dat hij 10 minuten gaat dichtrijden. Ja, ja. De Tour verloopt voor Floyd Landis vlekkeloos. Voor de start is hij al 4 belangrijke concurrenten kwijt. Ulrich, Basso, Vinokourov en Mancebo. Landis wordt in één klap van een outsider tot een grote kanshebber. Met Valverde en Leipheimer als voornaamste tegenstanders. Maar het wordt nog mooier. Oh, valpartij in het peloton. Wat nu toch weer? En daar staat Valverde? Of is Valverde denk ik. Daar, en hij is ook een van de eerste die gaat. Verder. Ach, wat een. De Tour wordt steeds verder onthoofd, jongens. Wat is dat sneu? Ja, het is een sleutelbeen. Niets aan te doen. Leipheimer. Zeer teleurstellend. Moet hier nog binnenkomen. En dan denk ik gewoon dat hij een off day heeft. Ja, hier word je stil van. En zo is Landis opeens topfavoriet. En na de Pyreneeën rijdt hij in het geel. De concurrentie bestaat er nog uit Menshoff, Kleude, Evans en Sastre. En Landis heeft alles onder controle.
Een slechte heup die na de Tour vervangen gaat worden, deert hem niet. De Fona-ploeg is niet sterk, maar ook daar heeft Lendens een oplossing voor. Zijn vriend en voormalig ploeggenoot Oscar Pereiro Cio staat na de Pyreneeën op bijna 29 minuten achterstand. Lendens laat hem in de etappe naar Montélimar bijna een half uur uitlopen, zodat Pereiro de gele trui pakt en de ploeg van Lendens niet achter vluchters hoeft aan te rijden. Dan gaat het peloton de Alpen in. Lendens denkt dat Pereiro niet goed genoeg is om de Tour te winnen en hij krijgt gelijk. Op Alpe d'Huez pakt Lendens het geel weer terug. De koele rekenaar, hij doet goede zaken, wordt er niet vrolijk van. Alles onder controle, alles verloopt volgens plan. Totdat Carlos Sastre demareert in de klim naar La Toussuire. Sastre? Zeker. Sastre. Hier zitten we toch op te wachten. En kijk, Lendens, kijk, Lendens kraakt. Lendens kraakt. Nu gas erop. De Tour staat op ontploffen. Dit is werkelijk uniek. Oh, Lendens. Is ook maar een mens. Ja, Lendens is eraan. Totaal gebroken, ja. Je kunt ook niet meer toneel spelen. Je kunt ook niet meer doen alsof je goed bent. Hier kan je echt niet verstoppen. Lendens kan je doorstrepen. Kruis erover. Voor vandaag is hij eraan. Hij staat geparkeerd. Totaal gebroken. Totaal. Hij rijdt 12 per uur. Wat zeg ik? 6. Zo reed ik ook naar boven op de rustdag. Maar ik ben 50 bijna. En u ziet dat het al om vele minuten gaat op dit moment. Want hier rijdt hij. Verslagen. In het geel. Ontluisterend. Lendens is binnen. Op 10 minuten. Ruim 10 minuten. En de Tour is verloren, zou je zeggen. I had a very bad day on the wrong day. And I don't know why. It happens sometimes and I wish it didn't happen on the hardest day of the Tour. But what can you do? Tomorrow we try again. De volgende dag leidt de etappe naar Morzine. Met Pereiro Cio opnieuw in het geel. Floyd, how's the feeling today? Better. En daar gaat hij weer. Lendens gaat nog een keer. Het is natuurlijk vanuit een verloren positie dat hij het doet, maar dit is kracht. En ook mentaal. Hij heeft niets meer te verliezen. Het is al verloren. Althans. Ja, ja. Je zou gewoon denken dat hij 10 minuten gaat dichtrijden. Nee, daar geloof ik niet in. Crawling in the rain with all its sin captures me again. The words that threw my way filled my soul with pain. My anger into space almost found its way laat zien. Wat een held. Maar kijk eens, 8 minuten. Hij is 7 seconden verwijderd van virtueel geel. If you just talk to me. If you just look at me. We'll be alright. Amerikaan die vandaag fietsles geeft, zoals ik eigenlijk zelfs Armstrong nooit heb zien rijden. De prachtige coup van Lendens brengt hem naar plaats 3 in het klassement. Kleuden, Menshoff en Evans hebben veel tijd verloren op de flanken van de Jouplan. En dus zijn er nog maar 2 concurrenten over. Sastre
en gele truidrager Pereiro Sio. Lenders ligt 30 seconden achter op Pereiro en 18 op Sastre, maar er is een tijdrit te gaan. En in die discipline is Lenders veel sterker dan de beide Spanjaarden. Lenders rijdt in het geel, virtueel. Het gele truitje nu aan de linkerkant en Pereiro levert vanaf dit moment in. Op de finish is het verschil met Pereiro gegroeid naar 57 seconden in het voordeel van Lenders. Sastre rijdt een dramatische tijdrit en verliest zijn plek op het podium zelfs een kleude. En dus hebben we weer een Amerikaanse toerwinnaar, Floyd Lenders. 3 keer was het Greg LeMond. De laatste 7 jaar was het Lance Armstrong. Nu is het Lenders. Ja, een man die de trui laat lopen. Een man die door het ijs zakt, terugkomt. Dat is een hele gekke tour eigenlijk. En dan niet alleen dat van die Amerikaan, maar zoveel dragers van het geel. Ja, nou, ik vind het altijd leuk om te begrijpen. Dat is trouwens ook mijn rol, om te proberen te begrijpen en dan iets uit te leggen. Maar ik leg net 1 bladzijde voor op de mensen die zitten te kijken. Maar wat ik heb begrepen uit deze tour is dat het gebrek aan patronen, als je top 4 wegvalt, de leider van het jaar daarvoor, dan is alles nog open. Dus dan moeten die verhoudingen in zo'n peloton zich opnieuw zetten. Maar zijn die er nu, na 3 weken? Je zag het vandaag, dat die verhoudingen toch gewoon echt redelijk dan weer indalen en vaste patronen worden. Maar dat heeft veel ruimte geboden aan allerlei renners. En het leuke was dat de gele trui die uiteindelijk de gele trui wint, Lenders, in het begin dacht van, nou, ik ga daar lekker in rekenen. En die komt toch op de koffie, niet te geloven. Hij wordt gewoon helemaal zoekgereden op 1 dag. En dan moet hij zijn ware aard tonen. En dat was alweer het allermooiste aan deze Tour. Ja, dat dacht ik ook. Die dag, dat was, voor de rest vond ik het een, laat ik zeggen, een 6-6'je. En niet meer dan dat. Nee, ik ben de spanning was aardig in de laatste week, maar niet meer dan dat. En qua niveau ook, als je kijkt naar hoe hard de gereden is. Een gemiddelde van 41 tot dat weer zal allemaal wel, maar ik heb geen grote kunstjes gezien. Van renners die dat wel aankondigden. Cunego is dan wel aardig. Waar was Simoni? Wil je me dat vertellen? Ja, jij zit ook te kijken naar de vaste patronen en de vaste waarden. Het is helemaal opnieuw. Ja. En die zijn er niet. Maar zijn er jongeren gekomen die nu gezegd hebben van, kijk eens naar mij, ik kan wat gaan worden in de toekomst. Foten misschien? Nee. Ja, zelfs die is uiteindelijk door Cunego, die weliswaar jonger is, maar toch een gevestigde naam. 2 jaar geleden wint hij de Giro. Ja. Is die voorbijgestreefd. Dit was niet de ronde van de jongeren. Dit was de ronde van de knechten. De goede knechten van het verleden. De Arrieta's die in 1 keer een etappe gingen winnen bijna. De Kessler die het bijna doet en dan helemaal. Echt mensen die niet op de foto. Juist de ploegen die op hun vaste waardes als Simonis inzetten. Of mensen of wat ook. Die werden afgerekend. Dat ging niet. Die controle was weg. In de sprints, in het klassement. En het waren juist de mannen die hun eigen kans gingen. Het is de Tour van de Vrijheid. Ik vond het prachtig. Dat is een mooie. De Tour van de Vrijheid. Ja. Ja? Is Lenders er een voor? Zitten we over 3 jaar hier nog met Lenders? Wat hij gedaan heeft, dat is leuk. Hij is Johnny Cash-fan. Die zingt over dat soort dingen. Ja. En je zag toen hij rekenmeester was en dus niet aan zijn eigen innerlijk gevoel gevolg gaf, ging hij helemaal de bietenbrug op. En toen deed hij het vrij. Dus ik weet niet wat hij nog in petto heeft, maar ik denk dat hij nog wel 1 jaartje of 2 mee kan. Goed zo. Johnny Cash was The Man in Black. Ja. Zullen we op de man in black, want Lenders is ook een man die zich graag in het zwart hult. Zullen we daarop drinken? Heel graag. Het was er genoegen om met je samen te werken. Het was er genoegen dat u naar de Ronde van Frankrijk via de NOS keek. Vanuit Parijs voor de laatste keer. Santé. Mart Smeets en Maarten Duco.